Is alles aan? Ja, is aan. Oké. Okay. Oh, ja, ja. Ja. Hangen. Nee, niet. Niet daarheen. Kijk eens hoe mooi. Mooi dit. Machtig. Ja, ja, ja. Sloek. Ja, ja. Ja, 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 ja. Kijk, mooi dit. Daar, daar is Sloek. Ja, ja, kijk, 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 ja, 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 oh, ja, 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 hangen. Ik weet niet of hij zo dom is dat hij nog een keer zou pakken. Ja, hij heeft hem. Ja, oh, ja, 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 hangen. Ja, volgens mij heb ik hem. Lekker man, deze pakt hem 3 keer. Hangen. Die aanwezig was echt ziek. Die vloog door de lucht bijna. Oh ja. Welkom allemaal bij weer een gloednieuwe aflevering van De Vangst. Het is lang geleden, maar jongens, jongens, jongens toch. Deze video is zeker het kijken waard. Ik zou zeggen, laat een like achter en abonneer je meteen met het belletje aan, want dit wordt te gek. Heel veel actie, heel veel mooie live aanbeten op film. Ik zou zeggen, geniet van de video. Ja, ja, ja. Hangen. Oh, nee, niet. Niet daarheen. Mooi. Machtig. Zo kan beste nee hoor. Beste nee. En wild dat ze zijn hier, niet normaal. Ze zijn hier heel druk altijd. Hier wordt ook bijna nooit gevist, dus daarom, denk ik. Zo kan beste nee, dikke 90. Kijk eens hoe mooi. Kijk eens. Prachtig. Kijk eens joh. Mooi dit. Machtig. Lekker dit. Als hij me niet losgaat, vind ik het helemaal prima. Oh, wat een wilde beest hier. Oh, daar gaat hij nog. Wat een beest. Oh. Wat een drill. Ja, 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 ja. Lekker. Lekker. Yes, man. Yes. Lekker dit. Kijk eens hoe mooi is het gehaakt. Perfect. Altijd blijven vasthouden. Gebeurt er niks mee. Hele mooie. Prachtig. Gaat hij weer zwemmen? Ik ben hier letterlijk 5 minuten en nu al
meteen chaos. Meteen een snoeiharde aanbeet van een best wel flinke snoek. Dikke 90, hè? Ik zou zeggen, laat even een like achter en abonneer je met het belletje aan. Dit wordt chaos. Op naar de volgende. Three days later. Oh, ja, kijk. Ja, ik zag hem erachteraan zwemmen. Ik weet niet of je het op de camera kon zien, maar... Nou, ik ben hier 5 minuten, alweer. Alweer binnen 5 minuten. In ieder geval een vis eraan. Mooi dit. Dit is wat vissen echt wel mooi maakt. Spanning. Ik zag in één keer zo'n staart erachteraan zwemmen. Ik dacht eerst van, is dat snoek of is dat karper of iets? En in één keer, bam. Zachte aanbeet, maar... is ook niet zo wild vandaag. Hoi. Alles goed? Oké. Niet de grootste snoek. Maar die aanbeet was echt heel mooi om te zien. Je zag hem gewoon achteraan zwemmen. Zo helder als het water hier ook is. Dat is ook echt prachtig. Ja. Vet mooi dit. Dit is toch wel echt mooi. Het is echt het mooie van vissen. Jezus. Jeetje mina. Nee. Niet in het riet graag. Het is altijd wat flink. Dus in het riet zwemmen. Het is wel moeilijk met zo'n schepnet om hier doorheen te manoeuvreren. Hoe zullen we hem noemen? Gerbe? Dit is Gerbe. Hey Gerbe. Kom. Kom maar. Kom hier. Ja, nou. Die heeft er zin in vandaag. Oh, nee. Niet in het riet graag. Oh. Lekker dan. Wat een sukkeltje. Nou, kom hier. Ja, dit is echt heel frustrerend. Kijk dan. Zo. In het riet kan staan. Als hij slim is, komt hij eventjes, werkt hij eventjes mee. Hey, Gerbe. Als je slim bent, werk je eventjes mee, want dan... Nou, hup. Ja, lekker dan. Helemaal in het riet vast. Dit is wel echt helemaal kut, om het zo maar even te zeggen. Ik sta hier ook lekker in het riet. Dag meneer. Ja. Mooi hè. In het riet, oké. Hoi Gerbe. Hoe gaat het? Nou, kom maar hierheen. Ja, hup, nee. Kom maar, hup. Kom. Hier. Jezus man. Nou. Help eens even mee of zo. Oké, ik pak het schepje. Helemaal klaar. Jan, eventjes meewerken. Zo is het maar eventjes. Oh, jezus. De hele hengel zit hier klem tussen drie. Zo. Nou, lekker dan. God, zie dikkie. Hey. Ja, ik heb de lijn. Ik heb de lijn, Loesoe. Oké. Kom op. Ik sta hier ook lekker. En mijn schoenen in het water, joh. Kom maar bij papa. Ja, ik heb hem. Yes! I've catched Gerbe.
Mission complete. Holy shit. Tik. En los is het. Kijk eens aan. Maak kennis met Gurbe. Gurbe de snoek. Nou, die heeft er zin in vandaag. Maar hij gaat weer. Doei Gurbe. Leuk je het ontmoet te hebben. Wel mijn hele schoenen zeiknat, maar... That's life. Het was wel echt een hele mooie aanbeet, want ik zag... Heel rustig zag ik zo'n staart achter mijn kunstaart aanzwemmen. Ik denk, is het dan snoek? Zie ik het nou goed? En in één keer, bam. Niet een hele harde aanbeet, maar wel een mooie aanbeet. En voor jullie op film. Was wel mooi om te zien. Je zag hem er helemaal mooi achteraan zwemmen. En deze was alweer binnen 5 minuten. Net als vorige keer, dus... Lekker dit. Kan niet beter. Ik ben benieuwd of ik die snoek nog een keer kan vangen die ik een paar dagen geleden hier heb gevangen. Het zou moeten lukken, alleen die snoek kan natuurlijk geschrokken zijn of iets. Het was wel een mooie snoek. Maar ja, ik vang ook liever een andere. Ik heb er wel vertrouwen in hoor. De zon schijnt ook mooi, het is windstil, het is echt prachtig weer. En ik zag gewoon die snoek. Oh, ik kan het nog steeds niet omschrijven hoe mooi dat was. Ik zag gewoon die snoek. Gewoon er heel rustig achteraan zwemmen. Het was echt prachtig om te zien. Ja. Ik vis met deze Western Shad. Met een Fluocarbon 900ste onderlijntje eronder. Aan. Met een loodkap van Spro. Ja. We doen het hartstikke goed. Het is hier maar een halve meter diep. Je hoeft maar 3 warpjes te doen. En dan kan je wel wat 20 meter opschuiven. Oh, daar is snoek. Ja. Ja, kijk. Ja. Ja. Oh, nee. Nee. Wacht. Hier. Holy shit. Zie hem hier liggen. Oh, kijk. Wacht. Holy shit. Zagen jullie dat? Oh mijn god. Ik zag al een golf erachteraan komen en in één keer zie je zo... Boep. Zie je zo'n snoek erachteraan gaan. Mooi dit. Hij kwam zo in één keer uit het riet. Het is een kraakhelder water, dus die snoeken die zien je kunst als ook best wel makkelijk. Zoals je zag, snoek wou er vol voor gaan, alleen... Ja, hij had hem niet echt heel goed in zijn mond, zeg maar. Helaas. Komt nog wel een uit vandaag, dat moet wel goed komen. In ieder geval binnen 10 minuten tijd. Best wel veel actie gehad. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Oh, ja. Hangen. Zelfde snoek, denk ik. Oh, jammer. Je ziet hem daar nog wel zwemmen. Okay. Heel rustig. Ik weet niet of hij zo dom is dat hij hem nog een keer zou pakken. Ja, hij heeft hem. Ja. Oh, ja. Hangen. Ja, volgens mij heb ik hem. Lekker man, deze pakt hem 3 keer. Lekker dit. Kom op. Hop, snel net. Oh, hij is los. Ja, ik heb hem. Kijk eens aan. Dit is helemaal top. Ik zou zeggen, laat een like achter en abonneer je hier beneden met het belletje aan. Want dit is echt chaos. Dit is echt vet. Lekker dit. Doei. Ja, die heeft er zin in. Jong snoekje, lekker druk. Moet nog wel even bijkomen, maar hij gaat alweer langzaam. Dit is toch wat je wil. Het kan toch niet beter? Lekker weer erbij.
aanwezig. Dat is echt ziek. Die snoek vloog door de lucht bijna. Holy shit. Kan je helpen? Ja, lukt wel denk ik. Je mag me ook wel filmen als je... Ja, hij... een beeld. Voilà. Is alles aan? Ja, is aan. Oké. Nee, is niet aan. Nee, maar hij is wel aan. Maar. Kijk hier. Ah, oké. Best wel mooi snoep. Oh ja. Echt? Ja. En dat gaat nog. Ja. Hebben we hem? Oh, fijne kerel. Zet hem maar op die bank neer als u wil daar. Ja. Ik ging dat kind al net zo snel. Nou, ik heb er al 3 gevangen in een kwartiertje. Echt waar? Kijk maar, loop alle drauf zijn. Zet niet klikken, man. Oh, ja, is goed. Is goed? Ja. Kijk eens aan. Hij is wild. Als je goed kijkt, deze heb ik 4 dagen geleden gevangen. Dat zie ik aan deze bult hier, in dit gat. Mooi. Gaat hij weer zwemmen. Lekker dit. En hij gaat even bijkomen. Jeetje, wat een aanbeet. Ik zag zijn bek boven water komen. Ik dacht even, hij hapte mis. Maar hij had het kunstaas goed in zijn bek. Lekker dit. Ik ben helemaal blij. Helemaal blij. Dit is toch mooi. Prachtig. Ik ben even geholpen door een Duitser. Ik ging even filmen. Zijn camera skills waren niet al te goed. Maar beter dan dat ik het zelf moest doen. Lekker dit. Holy shit. Deel de video even met je vrienden. Alsjeblieft. Dat zou ik wel echt waarderen. Ik ben weer onderweg naar huis. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik zou zeggen, laat even een like achter en abonneer je met het belletje aan. Nog mooier zou ik het vinden als je de video deelt. Maar dat doet toch niemand waarschijnlijk. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Later.